morning. Ik ga eerst eens eventjes hier een aantal mensen uitnodigen. En dan gaan wij weer eens beginnen met een heerlijke live. Oh, even wat aan doen. Dit gaat nog niet goed. Ik ga wat uitnodigen. Dus even kijken wie er allemaal bij gaan komen. Even kijken. Ik wil eens wat andere mensen uitnodigen, maar dat doet hij nog niet erg. Vindt hij nog niet leuk, geloof ik, wat ik wil. Eens even zien. Ik ga zo ook nog natuurlijk Instagram aanzetten. Ondertussen komen daar mensen binnenhuppelen. En we gaan beginnen. Goedemorgen Corine, goedemorgen Marcia, Dominique. Ik ga nog even Instagram aanzetten en dan gaan we starten. We willen graag naar live Instagram en dan gaan we weer een uur aan de slag. Power! Power jongens. We gaan power en we gaan deze keer ga ik eventjes een mindset-achtig ochtend maken. Want ik zie dat mensen dat nodig hebben. Voor degenen die voor de eerste keer kijken, ik doe Facebook Live, ik doe Facebook of Instagram Live. Dus ik heb twee camera's om te bekijken en dat is altijd een uitdaging, want dan kijk ik je niet echt direct aan. Kan ik niet heel veel aan doen, maar ik doe mijn best om af en toe hierheen te kijken en af en toe naar jou te kijken. Ja, dus met alle plezier gaan we vandaag weer aan de slag. We gaan het hebben over Jeff Bezos, de eigenaar van Amazon. En wat kunnen we van deze man leren? Ik heb natuurlijk weer van alles voorbereid. Ik ga het even voor me leggen, want ik heb echt heel veel geschreven vanmorgen. Ik ben er al lang mee bezig geweest. Goedemorgen Ria, Malika. Oh, leuk dat jij meedoet. Emily. We gaan het hebben over Jeff Bezos en Amazon. Ik heb dit boek gisteren gelezen. Ook een erg leuk boek van Bas Eurlings. Waanzinnig succesvolle online ondernemer. Die veel verkoop doet op bol.com en op Amazon. En afgelopen jaren ben ik zelf al heel druk bezig geweest om mijn leven. Goedemorgen Jennifer, schatje, hoe is het? Ben ik heel druk bezig geweest om mijn leven anders vorm te geven. Omdat ik merkte dat ik ontzettend overwerkt was en overprikkeld was. En dat is waarom ik het best wel fijn vind dat we nu in een hele soort vacuüm gezogen zijn om eigenlijk in rust je ding te doen. Het geeft me ontzettend veel rust dat ik thuis mag en kan blijven. Dat ik online mijn gesprekken kan doen. En dat geeft mega veel rust in mijn voorhoofd. Maar ik ben daar afgelopen jaren heel actief mee bezig geweest. Ik heb heel erg gekozen om die rust ook te creëren. Omdat toen ik Fashion Solution had en ik had 20 mensen in dienst, echt ik niet tot hier, maar tot hier op een gegeven moment in het werk zat. En ik dacht, wow, is dit het? Doe je, heb je daarvoor een bedrijf? En toen dacht ik, dit is niet wat ik wil. Goedemorgen Matvi, Peggy en goedemorgen Jonah hier. Dus we gaan het hebben over Amazon. De eigenaar van Amazon is Jeff Bezos. En ik ben heel vaak bij Tony Robbins, maar ik kijk ook heel veel van deze filmpjes om te kijken hoe mensen nou in het leven staan en hoe worden ze nou zo succesvol. En wat kunnen we daarvan leren? Het gaat daar dus niet om wat vind jij van die man. Het gaat er ook niet om wat vind je van Amazon. Dat gaat het helemaal niet over vandaag. Het gaat erom wat zou je kunnen leren, welke zeg maar habits zou je kunnen kopiëren om zelf een relaxer, rustiger en succesvoller leven te leiden. Om je business zo in te zetten. Nou, als we gaan kijken, heel veel mensen zijn tegen Amazon. Mag allemaal. Maar wat we wel van kunnen leren is dat er 7 miljoen, biljoen denk ik, mensen op deze wereldbol zijn. En 1 daarvan is mega succesvol. Dat is zeg maar de input die ik wil geven voor vandaag om te kijken wat kunnen we hiermee? Wat ga jij en wat gaan we doen? Hoe doet hij dat met zijn habits? Ja? Hij is de rijkste man op dit moment van de aarde. Amazon, hoe hij zijn bedrijf leidt, kan ik niet helemaal achterstaan. Maar goed, dat is zeg maar even een Amerikaanse instelling en hun bedrijf gaat er
ja, over andere zaken. Daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over de habits die Jeff Bezos in zijn eigen leven implementeert. En hoe blijft hij dus, zeg maar, zo high energy, high in peak state? Hoe blijft hij dus zo actief en hoe draait hij nou zo'n groot bedrijf? Want het is een bizar groot bedrijf. Iedereen van de hele wereld maakt gebruik van Amazon zaken en dat bedrijf is zo groot, je hebt er geen idee over. Goedemorgen, Gala. Dus we gaan kijken hoe hij naar de wereld kijkt en hij ziet de dingen dus veel duidelijker en hoe hij daar door die wereld heen navigeert. Want hij, omdat hij dat op een bepaalde manier doet en naar de wereld kijkt op een bepaalde manier, zit hij goed in zijn vel, anders had hij nooit zo'n goed bedrijf en succesvol bedrijf kunnen opstarten. Dus dat is zeg maar even waar ik jou bij mee wil nemen vandaag. Ja? Dus ik heb afgelopen week een interview van hem gezien op YouTube en daar kwam hij ook met een aantal uitspraken. En die uitspraken die herken ik ook heel erg. Ik heb de opleiding tot Stephen Covey trainer gedaan. En die uitspraken die komen heel dichtbij eigenlijk de habits. De 7 habits of highly effective people die Stephen Covey uitdraagt. En ik dacht, nou, dat is super interessant om met jou in ieder geval te delen. Dus daar gaan we naar kijken vanmorgen. We gaan kijken naar de fundamentele stappen, de fundamentele keuzes die hij maakt in zijn bedrijf. En we gaan bespreken, want ik pas ze ook toe in mijn bedrijf. Ik doe dat niet alleen maar naar aanleiding van Jeff, maar ik doe dat ook naar aanleiding van Tony Robbins, zijn morning rituals. En ik doe dat ook al naar aanleiding van Goedemorgen Vrouwke, leuk dat je er bent. En ik doe dat ook naar aanleiding eigenlijk van Stephen Covey. Je ziet dus dat heel veel van die basisachtige fundamentele beslissingen, hoe jij in het leven staat, ook eigenlijk aangeeft of jij succesvol bent in je bedrijf. En ik wil deze ochtend dat jullie mega actief mee gaan doen. Ik ga het niet meer alleen doen, want het is best heel heftig om een uur lang te lullen. Dus ik wil je vragen om actief mee te gaan doen dit seminar, webinar, online live. Oké. Ik ga een voorbeeld geven hoe hij erin staat en dan ga ik hem draaien naar onze werkelijkheid. In een van die interviews zei hij, hij heeft een bedrijf wat natuurlijk op de beurs is en die beurs heeft aandelen. Nou, hij zei, wanneer de stak, de aandelen omhoog zijn met 30%, dan ga ik me niet 30% ook slimmer bedenken dat ik dat ben. Dus hij zei, stock is up 30%, don't feel 30% smarter. Mooier in het Engels natuurlijk. Ja? Want uiteindelijk als de stock ook of de aandelen 30% lager zijn, zou jij dan ook 30% dommer zijn. Dat is wat hij zei. Nou, dat is natuurlijk totaal niet waar. Wat er eigenlijk gebeurt en waar hij eigenlijk naartoe wil, en daar wil ik je ook mee naartoe nemen. Hè? Dus waar heb je invloed op? De circle of influence van Stephen Covey. Wat hij eigenlijk zegt is dat in het leven zijn er een aantal dingen waar je invloed op kan hebben. Nou, die stok bijvoorbeeld, die hij als voorbeeld geeft, die stok, daar heeft hij geen invloed op. Hij heeft geen invloed op, zeg maar even, de economische situatie bijvoorbeeld waar we nu ook in zitten. En hij zegt ook daadwerkelijk, ga je bedrijf leiden op basis wat, zeg maar eventjes, het voor de klant betekent. Dat je echt waarde gaat toevoegen aan de klant. Want uiteindelijk één van de keren zal jouw aandeel, jouw stok worden beoordeeld op wat het waard is voor de klant. En als we dat vertalen natuurlijk in onze situatie als kleinere bedrijven, kan je ook bedenken als, misschien ben je wel heel perfectionistisch of ga je alles eruit halen, maar er komt zo'n coronatijd als nu.
En dan ben je de perfectionist. En dan denk je al die touwtjes in handen te hebben. En dan valt eigenlijk je bedrijf in duigen. Uiteindelijk vallen die klanten nu om of ze durven niet. Het doet er niet toe waarom ze er niet zijn. Klanten zijn moeilijker nu te overtuigen en houden de hand op de knip. Je moet wel zoveel overtuigingskracht hebben op dit moment. Anders gaan ze natuurlijk niet bij je kopen. Dus je product of je dienst moet mega waardevol zijn. Ja? En in economische tijd, waar je niet, waar deze economische tijd, deze onrustige, deze wintertime voor de economie, waar je nu niks aan kan doen, jij kan daar niks aan doen dat er zeg maar eventjes nu corona is. Ik ga even een slokje water nemen, jongens, sorry. Hey, daar kan jij op dit moment niets aan doen. Heb je dus mee te veren, zegt hij ook, met die economie. Goedemorgen, Jitske. En uiteindelijk moet je je concentreren op de lange termijn visie die je hebt voor je bedrijf. En dat is waarde creëren voor je klant. Ja? Als je het nu even moeilijk hebt, als je nu zeg maar even stilstaat, wil nog niet zeggen dat je dingen kan verzinnen die nog steeds heel waardevol zijn voor je klant. En toen wij natuurlijk 4 weken geleden ook hoorden dat er een economische crisis kwam of was, of we zaten er al gelijk in, hoe we dat willen zeggen, dacht ik meteen, wat kan ik voor waardevols maken, wat kan ik voor waardevols doen op dit moment voor mijn klanten, zodat ze vertrouwen houden in mij en uiteindelijk natuurlijk toch met mij mee kunnen gaan. Nou, daarom heb ik deze lives bedacht. 4 weken lang live met Master Your Business Moves. En dan geef ik 4 weken lang live deze, zeg maar, business tips. Ja? En sommige mensen zijn er al 4 weken lang. Sommige komen nu binnen wandelen. Helemaal prima. En dus dat is, zeg maar, eventjes waar ik al heb bedacht, hoe kan ik nou deze economische crisis, hoe kan ik nou toch waardevol blijven voor mijn klant? En ik wil heel graag weten van Peter, Carla, Irving, Ria, Chanel, Jitske, Jonah, Jennifer. Wat doe jij nu op dit moment nog steeds wat heel waardevol is, dus lange termijn visie voor je klant? Laat eens even weten, wat doe jij op dit moment of wat doe je anders dan een maand geleden? Laat me dat even weten. Ja, dus laat me even weten, wat doe jij nu? We hebben vertraging zitten in de lijn, dus ik wil heel graag weten, wat doe jij nu? Wat doe jij nu? Waardevolle dingen voor jouw klant. Ik ga het hier wat zachter zetten. Want dat is zeg maar even waar de klant uiteindelijk op zit te wachten. In moeilijke, maar ook in hoogtijdagen. En hoogtijdagen gaan vaak dingen heel erg makkelijk. Maar juist in de moeilijke tijd heb je te laten zien wat jij de klant te leveren hebt. Wat jij de klant te bieden hebt. Dat betekent dat hij dan op dat moment vertrouwen kan krijgen. Ik heb je gisteren uitgelegd in de marketing funnel dat we awareness hebben. We hebben social engagement. We hebben de purchase fase en de advocacy fase. Je kan nou in die verschillende fases gaan bekijken welke waarde jij levert aan de klant nu nog steeds, nu het economisch onduidelijk en onzeker zijn. Ja, dus je kan nog steeds, ik heb hier trouwens mijn batterij ingedaan, heb ik hier nog niet mijn batterij ingedaan, sorry jongens, ik word opeens een beetje panisch, want ik zie opeens dat daar geen batterijdraad hierin zit. Een momentje, moet wel geregeld worden, anders hebben we een probleem zometeen. Dus welke waarde heb jij te leveren aan je klant juist nu het economisch zwaar weer is? Ga dus ook je concentreren, bij wijze van spreken, op die klant. Ga niet afwijken, ga nu geen focus zetten op wat je nu totaal anders moet doen, maar ga kijken wat heeft die klant op dit moment nodig. En als wij kijken naar, ik naar mijn eigen bedrijf kijk, als ik kijk naar de Circle of Influence, als we kijken naar Stephen Covey, die heeft in Habit 1, Be Proactive. Als je het niet weet, dan lees je het boek The 7 Habits of Highly Effective People. Ik zou het doen in het Nederlands, want het is best in het Engels moeilijk. Ik heb er ook een video. En die video die kan je vinden op YouTube. En daar leg ik ook uit de 7 Habits. Dus
dus nog niet op mijn YouTube kanaal geabonneerd, Master Your Business Moves, ga daarheen, abonneer je, kijk die video. Jennifer zegt, ik doe op dit moment online lessen aanbieden in plaats van real life lessen. Ik heb een e-book gemaakt met dansopdrachten, spelletjes voor kinderen thuis, iedere maandag live en blijven communiceren met ze. Wauw, dit is toch wauw jongens, dit is langetermijn met je klanten omgaan. Jennifer zegt, zodat ze thuis nog steeds met dans bezig kunnen zijn en ik ze niet uit het zicht verlies. Zij is dus letterlijk echt heel erg betrokken met haar klanten. En zij wil dus toegevoegde waarde leveren. Ik zie dus eigenlijk op Facebook dat niemand ander antwoordt. Dus niemand van Facebook wil dus toegevoegde waarde leveren aan zijn klant. Laat me even weten, wat doe je op dit moment, wat extra toegevoegde waarde is? Hoe blijf jij op dit moment in contact met je klant? Want daar gaat het om. He, dus we kunnen hier echt van leren van Jennifer. En Jitske zegt, ik ben een fotograaf, videograaf en vrij werk aan het maken waar mijn klanten daar aan deelnemen. Die ga ik uiteindelijk publiceren in de media. Hartstikke goed. Maar ik wil je ook aangeven dat niet alles gratis kan. Dus daar zou ik wel eens een keer een babbeltje met je over willen hebben. He, zelfs nu is een kleine bijdrage gewoon te vragen. Je hoeft niet alles gratis te doen. En Vrouwke zegt, ik ben regelmatig beschikbaar voor ondernemers die heel veel stress ervaren door de ontstaande situatie. Korte telefoontjes om te sparren voor tips om me te ontspannen en een overzicht te houden. Meer contact via verschillende kanalen om het rust te bewaren en te bewaken en dicht bij mezelf te blijven. Online coachsessies bied ik nu aan en ben bezig met een audio-ontspanning. Hoe vet Vrouwke, dat je die stap hebt genomen om van offline naar online te gaan. Vrouwke zit een hele tijd al hier in de groep, dus die heeft mijn voorbeeld genomen. Super fijn dat ik dus deze ondernemers mocht inspireren om uiteindelijk ervoor te gaan. Corine, super. Corine hebben we gisteren 1-op-1 gesproken. Ik ga online consulten aanbieden aan klanten met etherische oliën en bloemremedies en video's maken, zodat ze zelf hulp kunnen gebruiken met hun shiatsu. En Jitske zegt, dat is lastig. Nee Jitske, dat is niet lastig. Dat heeft met jouw mindset te maken. Dus vind ik dus last en dat ook zo de reden waarom ik hier zit. Ja, Jitske, ik denk wat dat betreft dat je echt niks allemaal gratis te doen hoeft te doen. Ik heb begeleid op dit moment 3 fotografen en alle 3 verdienen op dit moment geld. Dus als zij geld kunnen verdienen, kan jij ook geld verdienen. Dat heeft dus met jouw mindset te maken, met jouw money mindset. Dat je wat dat betreft nu geen geld zou kunnen vragen voor een dienst. En dat zo is het niet. Als ik kijk naar mijn bedrijf, wij zijn op dit moment mega bezig om heel veel online kennis te verspreiden. En daarmee zullen sommige klanten nu al naar ons toekomen om hun online marketing uit te besteden. En dat is gisteren gebeurd. Want we hadden 5 gesprekken. Ik had na 1 uur 5 gesprekken, jongens, met klanten online om hun online marketing bij ons uit te zetten. Nou, fantastisch. Super blij mee. Corine is er 1 van. Super cool. Maar dat betekent niet dat mensen niet nu willen investeren in zichzelf. Dan heeft het met je verhaal en met je story te maken. En uiteindelijk waar en wat vertel je in, zeg maar even, je marketing funnel. He, dus ga kijken eventjes, Jitske, naar gisteren. Daar is een marketing funnel. Ik vertel hoe je videostrategie daar kan inzetten. En je zou nog Jitske vandaag mee kunnen doen in de videostrategie online training. Want die is alleen maar tot vandaag geldig. En het kost maar €55 per maand voor 4 maanden. Dus laat je niet door geld belemmeren. Jongens, hou op om geld en tijd als, zeg maar even, iets te gebruiken om als, zeg maar even, negatieve inzet te gebruiken om iets niet te bereiken. Dat is gewoon niet waar. Ik ga het zo meteen over tijd hebben, maar dat is met geld precies hetzelfde. Ja? Dus zorg ervoor dat je gaat kijken welke waarde kun je leveren als mensen overtuigd zijn van je. Sorry Jitske, maar ik ben gewoon heel erg fel, want ik geloof daar gewoon in. Dus niks met jou te maken. Het heeft alles te maken met dat ik denk dat je juist nu moet doorzetten om waarde te creëren. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja? Dus ga bedenken wat je beter kan doen, wat je anders kan doen, hoe je die klant kan bedienen. Hè? Maar uiteindelijk hoef je niet alles gratis te doen. Dat vind ik echt bullshit. Als je naar de winkel gaat en je gaat een brood kopen, krijg je dat brood ook niet gratis mee. Zo simpel is dat. Ja?
En ga dus kijken, ik zit even naar mijn aantekeningen te kijken, de Circle of Influence, hoe Stephen Covey hem vertelde. Als je in de Circle of Influence bent, zit er altijd een binnencirkel en daar zit een cirkel van non-influence. Dus er zijn situaties waar we gewoon geen vat op hebben en waar we ook, ja, daar kunnen we niks mee. Even corona, ik kan er niks mee. Ik doe zo goed mogelijk hier binnen blijven. Ik doe lekker mijn ding, hè, maar ik kan corona niet de wereld uit helpen. Dus ik ga me daar ook niet druk over maken. Ik ga me daar ook niet mee bezighouden. Ik ga me daar ook helemaal niet mijn focus op leggen. Mijn focus is mijn ideale klant. Zeg maar even, daar kan ik invloed op uitoefenen. En ik kan invloed op mezelf uitoefenen. Dus ik eet gezond, ik slaap genoeg, ik heb geen stress, ik ben blij. En ik zal vertellen waarom ik blij ben, want dat zijn de vier ritmes die ik op dit moment aanhoud. En die Jeff Bezos dus van Amazon ook zeg maar even toepast. Ja? Als hij zegt, met die stock is 30% up. En wordt daar dus niet slimmer van en ook niet, je wordt er ook niet dommer van als die 30% naar beneden gaat. Ga je dus niet laten beïnvloeden door, zeg maar even, situaties waar je niks mee kan. Blijf gewoon je lange termijn doel vasthouden. Blijf je lange termijn doel ook in het vizier houden. Blijf daar stappen op nemen. Ik wil niet zeggen dat je normaal ga je met in de vijfde versnelling. Ik wil niet zeggen dat je even nu terug moet schakelen naar de tweede versnelling en dat je dan even zou kunnen zitten, evalueren, kijken wat je nu zou kunnen doen, wat je anders zou kunnen doen. En juist, er zal een na-corona-tijd komen. En ik ga je ook vertellen dat dat echt niet dezelfde tijd meer gaat worden als, zeg maar eventjes, voordat de coronatijd er was. Deze tijd zal even aanhouden. Er zullen vliegtuigmaatschappijen op slot gaan, niet meer terugkomen. Toerisme ligt mega op zijn reet. Dus als jij je bedrijf op een bepaalde manier voert, nou zie ik toch nog dat er geen energie in die draad is. Wat een ontzettende doos ben ik, zeg. Kijk, nou dat gebeurt dus dan ook. Als jij toch op een bepaalde manier je bedrijf voert, ja, dan moet je op een bepaalde manier ook gewoon je verantwoordelijkheid nemen. Ik ben toch nog even bezig. Het spijt me echt heel erg dat ik deze herrie moet maken voor jullie. Maar ik moet dit echt even doen, want anders heb ik zo een mega probleem. En mijn draden raken mega in de knoop. Dus ik ben echt een ontzettende doos nu. Ja? Elke keer, elke ochtend eigenlijk hetzelfde. Nou, dat gebeurt mij dus ook gewoon. Ik bedoel, ik maak ook fouten. Ik kan ook niet alles even goed doen. En een ezel stoot zich dus meerdere keren aan dezelfde steen, jongens. Je zou zeggen, ze zouden wat van kunnen zeggen. Niet dus. Maar goed, dat heb jij dus waarschijnlijk. Dus concentreer je op waar je wel, zeg maar even, vat op hebt. Waar je wel invloed op hebt. En zorg ervoor dat je daarmee aan de slag gaat. Ja? Dus stel jezelf de vraag, hè, is dit vandaag ook, is dit wat ik op dit moment kan beïnvloeden? Is dit vandaag wat ik kan beïnvloeden? En concentreer je op dat. Ja? Dus ga daar eens naar kijken. En als je er meer over wil weten, de Circle of Influence. Ik vertel er meer over in de 7 Habits of Highly Effective People. Ik leg het simpel uit in 22 minuten hoe dat werkt, die 7 Habits. Ga maar Master Your Business Moves naar de YouTube en daar kan je hem vinden. Dus daar wil ik jou vandaag, dat is de eerste eigenlijk tip die ik wil meegeven. Stel je vanzelf vandaag de vraag, wat kan ik vandaag beïnvloeden? Wat kan ik vandaag doen wat wel impact heeft op mijn klanten? En wat wel waarde levert op mijn klanten? Ja? Oké, okay. Dan gaan we de tweede, zeg maar, ochtendritueel waar Jeff Bezos mee aan de slag is. En hij zegt dan, zit ik al hier te vertellen. Oh, wat grappig. Ik heb twee dingen door elkaar heen gehaald. Zo belangrijk vind ik het. Hè? Dus, er zijn dingen in het leven die je niet kan beheersen. En dan hebben we het over heb ik mijn tweede tip over de long term value voor die end customer. Dus ik heb ze door elkaar al gehaald. Hè? Dus waarde leveren en het en focussen op wat je wel wil bereiken. En uiteindelijk waarde leveren aan je klant. Nou,
Deze tijd gaat heel erg over economisch, over het gevoel. We zijn ontzettend onrustig over van alles. Sommige mensen worden ontzettend onzeker. Nou, ik heb ontzettend bekeken voor mezelf. Is dit de tijd om onzeker te worden? En ik heb dat gevoel helemaal niet. Ik ben ook heel rustig. Ik ga 's morgens neem ik de tijd. Ga ik zo wat over vertellen. Mijn morning rituals. Ik bereid dit voor jou. Dit is ook een ritual waardoor ik de dag doorkom. Vooral in het begin. Hè, dat we echt ook uiteindelijk thuis moeten zitten. Ik moet me opmaken. Ik moet mijn haar leuk doen. Ik moet me iets leuks aantrekken. Ik ben hier van 10 tot 11. Dus dat geeft me allemaal structuur. Ja? En ga dus kijken waar jij structuur mee zou kunnen krijgen in deze tijd. En als deze tijd dus voorbij is, hoe hou je deze structuur dan vast om die rust in jezelf ook zeg maar even te behouden? Ja? En ook uiteindelijk die rust te behouden in je bedrijf. Want als Jeff Bezos zegt, hè, de stok gaat naar beneden en het fluctueert constant, dat is natuurlijk bij jou precies hetzelfde. De economische situatie fluctueert sowieso de hele tijd. En als we daar constant rekening mee moeten houden, ja, dan is zeg maar eventjes, kunnen we niet met de strategie bezighouden. En kunnen we ook niet met de klant bezighouden. Want die heeft totaal iets anders nodig. Die klant zit ook in de economie. Hij heeft daar ook mee te doen. Maar uiteindelijk heeft hij een pijn of een verlangen wat hij opgelost wil hebben. En daar ligt jouw toegevoegde waarde uiteindelijk. Ja? Dus focus dus op de lange termijn waarde. Hè, en ga zeg maar daarop mee aan de slag. En uiteindelijk ga niet dat perfectionisme hanteren. Ga kijken waar heb je invloed op en waar heb je geen invloed op. Ja. En voornamelijk heb vertrouwen. Heb vertrouwen in jezelf, heb vertrouwen in de economie. Dit gaat allemaal weg. En als we zien, ik ben eigenlijk super dankbaar voor deze tijd, want wij zijn koekjes aan het bakken. We hebben koekjes vanmorgen gebakken, bijvoorbeeld voor de buren. Er is veel meer verbinding hier in de straat. De zon is er. Ga daarvan genieten. Ga ook genieten van de kleine dingen des levens, want die zijn zoveel meer belangrijker dan alleen maar dingen na te jagen. We zitten in een ontzettende najaar cultuur, we moeten van alles. En ik denk dat deze coronatijd ook ons leert om dat we niks moeten. Want we kunnen niks. En we hebben nu gewoon te ontspannen, een boek te lezen, een spelletje te doen, te verbinden, iets waardevols voor de ander te maken. En dat is wat ik je even wil meegeven. Het is echt een tijd van even stilstaan. En was jij zelf ook niet mega beu dat je constant overal achterna moet rennen. He, dus ga daar naar kijken. Want dan kom ik ook op het derde punt, wat Bezos ook zeg maar even zegt. En wat Stephen Covey ook heel erg aanhaalt. Bezos zegt, zijn derde zeg maar item wat hij inzet in zijn leven om succesvol te zijn, is dat hij werkt aan zoveel zaken waar hij geen regrets over heeft. En regrets betekent dus wat betreur je? Wat heb je niet gedaan als je dadelijk... Kijk even na, dit is een oefening. Als je dadelijk 90 bent of 100. Nou, ik ben 135. Als ik 135 zou zijn, dan heb ik nog gelukkig heel lang te leven. Ik heb nog heel veel te doen. Ik heb nog ook wel heel veel dingen die ik graag zou willen doen. Maar als jij kijkt, zeg maar even, naar wat je op dit moment nog niet hebt gedaan. Wat betreur je dan? Wat heb je, waar bouw je van wat je nog niet gedaan hebt? Laat even weten, jongens op Instagram. Laat even weten, wat heb je regrets over? Wat betreur je dus dat je dat nog niet hebt gedaan? Carmen, Pascal, Frauke, Corine, laat even weten. Want als dat zo is, leef je heel erg in het verleden. Nou, dat is ook een binnenkomertje, denk ik. Dan leef je in het verleden dat je dus eigenlijk alleen maar denkt, had ik maar, had ik maar, had ik maar. En als je dadelijk doodgaat, dat is ook zo'n ding wat ze hebben onderzocht, dan zeggen heel veel mensen die op het sterfbed liggen, die zeggen dan, had ik maar meer verbinding met mijn kinderen gezocht. Of had ik maar meer energie gestoken in sociale contacten. Of had ik maar meer dingen
voor mezelf gedaan. Had ik maar een bepaalde hobby gaan leren. Ja, dus dat is echt onderzocht. Mijn vraag aan jou is, hè, wat heb je nu nog niet gedaan wat je eigenlijk heel graag zou willen doen? Dus regrets. En als je zonder die regrets het leven door kan gaan, zonder dat het betreuren van dat je het niet hebt gedaan, dan zou ik zeggen, pak het op. En Frauke zegt zeilen en portret schilderen. Nou, Frauke, volgens mij heb je nu alle tijd om sowieso een cursus portret schilderen online te gaan doen. Dus dat zou ik als vandaag nog besluiten. En zeilen kan je in ieder geval al alles gaan oefenen online. Hoe kan je zeilen? En dan kan je dadelijk na coronatijd een zeilboot huren. Dus ga daarnaar kijken of je dat in kan zetten vandaag. Zodat je daar geen, als je dadelijk 100 bent, dat je denkt, fuck, had ik dat maar gedaan. Ja? Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik een boekje. Ik heb een, zeg maar, een boekje waarbij ik bijhoud, wat wil ik nog heel graag. Nou, mijn, zeg maar even, keuzes liggen heel erg op reizen. En vorige week deed ik bij iemand een spelletje en die zei, ben je daar en daar en daar geweest? Dus waar ben je allemaal geweest? Ik kon 87 punten aantikken. Best veel. Dus ik heb ook veel gereisd. Ik ben dus echt een milieuvervuiler. Daar zit dan nu wel. Hè. Mijn footprint aan milieu is mega groot. En daar zit ik dan nu wel over na te denken. En Frauke zegt absoluut, dat staat al klaar. Corine zegt dat ik mezelf nog niet echt zichtbaar heb gemaakt. Dat is mijn thema. Ja, Corine. Ik zou zeggen, Corine, koop een nieuwe telefoon waarbij je genoeg geheugen hebt, of pak je een laptop en ga dadelijk een Facebook live geven. En dat die niet perfect is, het zal je een worst wezen. En ga die iets vertellen over oliën en over bloesemtherapie. Het maakt me niet uit, of over shiatsu, maar ga dat doen op je eigen pagina en ga gewoon aan de slag. En dan is het een slechte video. Ik zit hier nu ook vanmorgen allerlei fouten te maken en ik ben hier 4 weken aan de slag en toch maak ik wat fouten vandaag. Dus wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Ga dat gewoon doen. Zie het als oefening. En als daar niemand kijkt, dan gooi je dat ding gewoon over een week er ook gewoon weer af. Maar ga het doen en ga desnoods die live ook delen. Dan ga je namelijk oefenen. En als je gaat oefenen, ga je uiteindelijk meters maken. En als je meters maakt, dan word je er beter in. En dan kan je nog fouten maken door niet de stekker in het stopcontact te steken. Dus zo leuk is het eigenlijk. Zo tof is het eigenlijk dat je ook fouten kan maken. En bedenk je ook, hè, als je iets wil bereiken, als dat doel daar staat, bijvoorbeeld zichtbaarheid of bijvoorbeeld zeilen, Frauke, of bijvoorbeeld portret schilderen, want dat is misschien een mooiere, dan moet je echt bedenken dat heel veel doelen in het leven uiteindelijk ook niet gehaald worden. Dat is nou eenmaal zo. Alle doelen in het leven die je hebt, ga je niet bereiken. En daarom is het zo mega van belang dat je de reis van A naar B, die je dan neemt, dat je daarvan geniet. Dus als je zelfportret of als je portretschilderen zou willen doen, dan gaat het niet om dat je het mooiste, beste, perfectionistische zelfportret maakt, maar dat je het doen van het schilderen, dat je daarvan geniet. Ja, dus ik geniet nu ook van dat ik iets mag vertellen om jou te inspireren, om jou mee te nemen vandaag, om weer een besluit te maken, om te focussen wat wel belangrijk is in je business of wat wel belangrijk is in jouw bedrijf. Ja, dus ga die keuze maken. Ja, dus voor mij is het zo'n keuze ook. Ik wil heel graag een business drijven. Ja, want dat vind ik gewoon leuk. Ik vind het spel leuk. Ik vind mensen leuk. Ik vind het onderzoeken leuk. Ik vind de reis van A naar B leuk. Ik vind alles leuk daaraan. En ik vind ook dingen niet leuk daaraan. Ja, gisteravond heb ik namelijk nog mijn boekhouding gedaan. Ik ga je vertellen, dat vind ik niet leuk. En dat heb ik al zoveel mogelijk uitbesteed. Toch moet ik de bonnetjes zelf nog fotograferen. Ja, dus ik moet dat toch zelf aanleveren. En zelfs dat vind ik irritant. Ja, dus stel jezelf de vraag, hè, als je een keuze moet maken uit twee bijvoorbeeld, en mijn keuze kan ook zo, ik wil nog een voorbeeld daarbij geven. Ik had een heel goed lopend bedrijf, Fashion Solution. Maar ik vond het niet leuk.
vond het niet leuk meer naar, zeg maar, even, ik vond het na 15 jaar al niet meer leuk, maar na 21 jaar vond ik al helemaal geen donder aan. Het was, I've been there, done it before, zelfde klanten, zelfde koppen, zelfde gedoe, zelfde gezeik. Ik ging me gewoon irriteren. En wat ik je al vertelde, een aantal weken daarvoor, ik zat in een bore-out. En een bore-out betekent dat je niet geïnspireerd meer bezig bent. Alleen, het was heel moeilijk afscheid nemen van het bedrijf. Waarom was het moeilijk afscheid nemen? Niet alleen omdat het een bore-out was, want dat was wel heel duidelijk, maar het bracht heel veel cash in het laadje. Het bracht heel veel geld op. En je laat je dus door geld heel erg leiden. Hé, hey, ik zal dat niet ontkennen dat ik dat ook deed. Ik heb een superleuke auto, ik heb een superleuk leuk huis, ik heb een superleuk leven, ik heb fantastisch mooi leven en het leverde dus heel veel geld op. En als ik dat zou stoppen, dan had dat heel veel gevolgen voor mijn portemonnee en voor mijn leven. En op een gegeven moment kwam ik op een punt, daar zei iemand op, iemand zei zijn contract op en uiteindelijk was dat het punt en ik keek naar alle andere contracten van iedereen die nog bij mij in dienst waren en ik keek en ik dacht, what the fuck? Al die contracten lopen in april op. Ik zou nu letterlijk niemand pijn kunnen doen van mijn collega's en gewoon het bedrijf kunnen stoppen. Ik besprak dat met mijn man en hij zegt, wat vind je erger om niet meer inspiratievol bezig te zijn de hele dag, maar toch veel geld te vinden of wil verdienen, of wil je liever inspiratievol bezig zijn, minder geld verdienen en weer aan een nieuw bedrijf werken? Nou, die keuze die was heel snel gemaakt. Binnen een minuut. Ja? Dus, want wat zou ik erger vinden, hè, wat zou ik meer zeg maar even betreuren als ik zelf niet blij zou zijn, als ik zelf niet geïnspireerd zou zijn, als ik zelf me niet naar het volgende level kon brengen. En ik heb je afgelopen weken verteld dat er niets in het leven zijn en een van die niets voor mij was groeien. Hè, dus voor mij was dat die beslissing zo mega simpel, omdat ja, dat bepaalde dat ik weer gelukkiger zou worden in mijn leven. Dus ik heb heel veel omzet gelaten. Ik heb het allemaal zeg maar even aan degene gegeven die mijn bedrijf heeft gekocht. En ik ben zelf vorig jaar samen met Daisy, die aan het kijken is. Hi Daisy. Begonnen bij nul. En ik heb vorig jaar dus 0 euro heb ik uiteindelijk verdiend. Ik heb wel omzet gemaakt jongens, maar ik heb geen winst gemaakt. Groot verschil. Dus omzet hebben we genoeg gemaakt. We hebben ook ontzettend veel gave dingen gedaan. We zijn naar Ibiza geweest en dat heeft veel geld gekost. Ik ben naar San Diego vorig jaar ook al geweest. Dat heeft veel geld gekost. We hebben ontzettend veel geïnvesteerd in ons bedrijf. En uiteindelijk was de winst nul. De omzet was hoog. Dat wel. Maar je ziet dus, ik was dus blijer met nul, ik had geen salaris vorig jaar, ik was blijer met nul dan dat ik blijer was met een hele hoop met geld, waar ik dan van alles kon doen, maar niet zeg maar even mijn why, mijn ding kon doen. En dat wil ik je echt meegeven. Leer keuzes maken, durf keuzes te maken en geloof me, het deed rete pijn. En het doet mij nu ook pijn in coronatijd. Het doet iedereen pijn, ja? Maar als je iets doet waar zeg maar, je hart naar uitgaat en waar je weer energie van krijgt. Ik was aan het eind van het jaar super blij, want ik was gegroeid, ik had dingen gedaan, ik was buiten mijn boekje gegaan. Ik had dus zeg maar even dingen die ik heel graag wilde en een van die dingen die in mijn boekje stond was een retreat te houden in Ibiza. Ik heb het fucking gewoon gedaan. Dat heeft me niks opgeleverd qua geld, maar ik had een waanzinnig gave week samen met Daisy en de zeg maar even 6 andere mensen die met ons mee waren. Dus wat dat betreft, ga daar naar kijken. Ga keuzes maken. Hè, wat zou je meer betreuren als je het niet doet dan dat je het wel zou doen? Die keuze wil ik aan je meegeven. Ja? En dan nog zo'n routine die Jeff Bezos oppakt en die ik ook heel erg toepas en die is voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste en dat is mijn morning routine, ja?
Jeff zegt in een interview wat ik dat van de week heb gezien, hij staat vroeg op, hij gaat vroeg naar bed en hij houdt ervan om 's morgens te tuttelen, ja, hij had er een ander woord voor, maar zo noem ik het, om uitgebreid zijn krant te lezen, een boek te lezen, koffie te drinken, met zijn kinderen om te gaan en uitgebreid te ontbijten. Nou, ik deed dat ook al, want ik had dat ook van bij Stephen Covey geleerd. Wat vind jij nou fijn en hoe je opstart? Nou, toen ik het bedrijf verkocht, Fashion Solution, is één ding wat ik heel erg heb besloten. Dat ik niet meer voor 10 uur ga starten met de business. Ik ga wel mijn leven starten. Ik heb ook geen wekker meer die ik zet. Ik ben gewoon altijd ongeveer om dezelfde tijd wakker. Ik ga ongeveer rond 11 uur naar bed. 11:15, die tijd, dan ga ik liggen, ik ga ontspannen, dan ga ik slapen en ik ben altijd ergens tussen 7 en 7:30 ben ik wakker. En dat gaat vanzelf, ik hoef daar geen wekker voor te zetten. In de winter is dat wat moeilijker, ben ik ook wat later wakker, dus ik ga met, zeg maar even, wintertijd mee. Nu in de zomer word ik ook wat vroeger wakker. Maar ik ga niet voor 10 uur met de business beginnen. En dat betekent dus dat ik 's morgens ook uitgebreid hier op zit te ontbijten met René. Daar nemen we echt ruim de tijd voor, minimaal 1,5 uur. Dan kunnen we iets maken, we kunnen brood maken, maar we kunnen ook wel eens wat bakken. We hebben vanmorgen al voor 10 uur koekjes gebakken voor de buren. Ik lees vaak een boek of ik ben iets aan het opzoeken of inspiratie aan het opzoeken wat mij interesseert op het internet. Ik heb geen kinderen waar ik 's morgens voor hoef zorgen. Dus ik heb alle rust. En dat geeft me een waanzinnige me-time. Ja? En hij zegt ook, waar hij mee bezig is 's morgens, hij gaat ook dus uitgebreid ontbijten, koffie drinken. En hij gaat met de kids mee naar school. Hij brengt ze weg. En daarna heeft hij dus nog tijd om voor zichzelf te tuttelen. En daar heb ik het heel veel over met mijn klanten. Dat ze geen me-time, zeg maar, voor zichzelf implementeren in hun dag. En dat is, zeg maar, waar het echt fout gaat. Ik zie zoveel mensen, 98% van alle ondernemers, die tot hier en tot hier erin zitten. Zij nemen geen tijd voor zichzelf. Ze nemen 's morgens geen tijd voor zichzelf, maar ze nemen 's avonds ook geen tijd voor zichzelf. Want het me-time moment, dat doe ik 's avonds ook. Na 9 uur bel ik met niemand, contact ik met niemand, ik doe wat ik leuk vind en dat kan zijn lopen, een boek lezen of een leuke Grace en Frankie kijken of wat dan ook. Maar ik doe iets wat mij ontspant, waar ik blij van ben. En daardoor bepaal ik mijn tijd. En wat ik daarmee wil zeggen, als de rijkste man van de wereld tijd kan inplannen om te tuttelen en me-time in kan plannen, omdat het zijn relaxtijd is, dan kan jij als ondernemer niet tegen mij zeggen, ik heb geen tijd. Daar heb ik geen tijd voor. Daar heb ik geen tijd voor. Want dat is dus een kwestie van keuzes maken. Ja? Keuzes maken om die me-time echt te nemen. Ja? En als er is dus genoeg tijd. Dat is net zoals ik heb er geen geld voor. Geen tijd en geen geld. Dat zijn geen keuzes maken. Dat is geen prioriteit stellen. Niet doen wat belangrijk is. En je gebruikt het als excuus. En ik word daar echt soms helemaal giftig om. Dat mensen zeggen, ja, ik ga niet meedoen hoor. Met dat. Ik wil wel groeien met mijn bedrijf. Maar ja, ja, ik heb maar geen geld voor. Ja, zo werkt het dus niet. Wat is nu echt belangrijk? En welke stap kan je dan wel al nemen? Dat is ook de vraag. Of ik heb er geen tijd voor om een online training te doen. Dan betekent het dat jij geen tijd maakt om dat te doen. Jij bepaalt namelijk wat belangrijk is. En dat wil ik je zo graag meegeven. Dat je letterlijk keuze maakt, tijd maakt voor jezelf. Me-time inplant, want er is tijd genoeg. Iedereen heeft 24 uur. Als ik me-time kan maken en de rijkste man van de wereld, Jeff Bezos, die kan ook tot 10 uur tuttelen, dan kan jij dat ook. Want wat gebeurt er nou als je die me-time gaat plannen? Want dat is nog veel belangrijker. Als je die me-time gaat plannen, betekent dat ik rustig word. Dat ik een moment voor mezelf heb. Soms doe ik even helemaal niks. Soms zit ik alleen maar te staren. Soms zit ik te trutten op mijn telefoon. Want dat vind ik ook soms leuk om even op social media te tutten of te doen. Hè? Maar uiteindelijk geeft mij dat dus de ruimte
om even iets met mezelf te doen. En als je rust en ruimte creëert voor jezelf, uiteindelijk word je daar mega creatief van. En als je mega creatief bent, dan begrijp je al dat je veel effectiever in het leven staat. Dan hoef je dus niet zo heel veel te doen. Dan kan je minder doen en meer bereiken. Want jullie doen vaak alles hapsnap en half, half, half. En dat doe ik niet. Ik focus me op de dingen die belangrijk zijn voor mij en die belangrijk zijn voor de klant. Die waarde leveren en ik doe minder in meer tijd. Omdat ik dus ook die me-time neem. Ja? Dus daardoor is het kwaliteit van mijn leven veel lekkerder geworden nadat ik gestopt ben met Fashion Solution. Ik geniet er ook echt van. Ja? En als je een duidelijke keuze maakt waarvoor je staat, dan kan je en je neemt die focus en je gaat niet meer met die 300 dingen aan de slag. Want je kan niet anders tegelijk. We hebben over heel veel zaken gesproken afgelopen week. En als jij je nu eerst eens gaat focussen op wat is waarde voor de klant, je e-mail marketinglijst op gaat zetten en zeg bijvoorbeeld je online trainingen of je online zeg maar even neer te zetten, dat is meer dan voldoende. En dat zijn drie focuspunten, drie hoeven het er maar te zijn, waar jij met minder tijd meer zou kunnen bereiken. Dat wil ik je meegeven. Ja? En ga dus je tijd nemen 's morgens. Daar word je creatief van. Ja? Dat is dus door langzamer te gaan. Ja? Gaan dingen ook smoother. Gaan dingen meer in de flow, zeggen ze wel. Dat is helemaal niet grijpbaar. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Als dingen langzamer gaan, krijg je meer rust. En als je meer rust krijgt, dan gaan dingen makkelijker. Vanzelf, smooth. En als dingen dus in de smooth gaat, in de flow gaat, is smooth, is fast. Dus is snel. Hè? Dus denk daar even over na. Mooi hè? Dus als jij rustig bent, kom je meer in de flow, wordt het meer smooth. En smooth is dus uiteindelijk sneller, omdat je effectiever bent in de keuzes die je kan maken, omdat je die rust hebt genomen. Nou, ik denk niet dat je er zo nog naar gekeken hebt. En dat is dus wat Jeff Bezos ook doet. Ja, die is heel erg druk bezig om dat ritme vast te houden. Om zeg maar even zo min mogelijk te doen, maar zoveel mogelijk output te krijgen. En dat is wat ik je mee wil geven voor vandaag. Dus waar kan jij vandaag de stap zetten dat je die me-time pakt, rust creëert, op tijd naar bed gaat, op tijd opstaat, lekker gaat tuttelen in de ochtend en misschien wel in de avond, zoals ik dat ook doe en Jeff Bezos ook. En uiteindelijk meer voor gedaan krijgt. En want ik ben vanmorgen al bezig geweest met de voorbereiding van deze les. Uiteindelijk vind ik dat leuk omdat het mij zeg maar even verbindt met jullie en mij groeit. Ik ben nu mijn live aan het doen. Ik ga zo meteen lekker uitgebreid koffie drinken met mijn man. En dan ga ik knallen. Ik heb vandaag weer 5 klanten op het middagprogramma staan. 5 klanten. Jongens, het was toch economische... Oops. Zat iemand even te bellen? Moet hij niet doen in mijn live? Dus er is economische crisis. En toch heb ik gisteren 5 klanten gehad. En vandaag hebben we weer 5 klanten waar we mee aan de slag gaan. Dus zo kan het ook. Alleen, je moet wel die rust nemen, die creativiteit nemen. En je moet bedenken, waar is die waarde die jij toe kan voegen voor je klant? Durf uit je comfortzone te komen. Durf lange termijn te gaan denken. Dus dat zijn eigenlijk mijn dingen voor vandaag. Mijn aantekeningen voor vandaag. Dus ga kijken wat jouw toegevoegde waarde oplevert. Dus laat me nog even weten, wat ga jij doen vandaag? En waar ga jij dus die me-time plannen, zodat je die rust creëert, waardoor je creatiever wordt en dat je met dat ritme aan de slag gaat. Dus korte termijn relaxen betekent uiteindelijk langer termijn proactief zijn. Mooie uitspraak, denk ik. Laat me even weten. Corine, Frauke, Sven, Terry, alle anderen die nog kijken op Facebook Live,
Laat me even weten. Sophie, Saskia, Jennifer, Agatha. Laat me even weten. Waar zit die uiteindelijk vandaag? Waar ga jij rust pakken? En waar word jij vandaag? Ga je door laten inspireren om uiteindelijk meer je tijd te optimaliseren. Uiteindelijk meer te systematiseren. En leer jongens delegeren. Dat is zeg maar even wat ik je mee wil geven voor vandaag. Dus we hebben een vertraging. Laat nog even wat weten. Ik ben namelijk gewoon klaar voor vandaag. Ik neem een kwartier extra. En ik denk extra van deze tijd. Jennifer zegt, tussen het filmen door pauzes nemen. Even in de zon zitten, na het eten niet meer werken, maar ontspannen. Goed zo. Ik wil je eigenlijk als uitdaging geven, Jennifer. Ga bijvoorbeeld nu video's nemen van 11 tot 1. Daarin neem je de video's. Zijn er fouten? Laat je die lekker erin zitten. Ga niet weer editen. Ga dat gewoon niet doen. Ik edit mijn video's ook niet. Soms alleen het begin en het einde, maar niet daartussen. Ga dat nou eens even lekker niet doen. En ga daar eens smoother en makkelijker mee aan de slag. Daar wil ik jou uitdagen. Want jij bent ook zo'n lekkere perfectionist, Jennifer. Dus ga eens kijken waar je daarmee aan de slag kan, jongens. En voor degenen die de videotrainingen hebben gekocht, ik hoop hem. Vanmiddag ga ik die opnemen. En de videostrategie is ook wel bijna klaar. Dus dan gaan we die ook opnemen. Al live in de Level Your Up social media. Die je nog tot vanavond kan aankopen. Lukt niet, want ik heb toffe ideeën. Ha, ik zei dat je ze ook morgen mag doen. Hè? Je hoeft het niet allemaal vandaag te doen. Dat is ook de uitdaging. Je hoeft niet alles in één dag te doen, Jennifer. Dat mag morgen ook. Ja, dus dank je, Doreen. Wat fijn, heerlijk die energie. Corine zegt, ik heb huiswerk voor jou voor vandaag. Zeker, je gaat ook in de zon zitten en lekker koffie drinken. Maar ga even wel nadenken, wat kan je nog meer doen? Waar kan je ook rust creëren om uiteindelijk meer te doen? Ja? Voor diegenen die ook kijken, die nog mee willen doen met de level op je social media. Je kan het nog tot vandaag, vanavond kopen voor een aanbieding van 4 keer 55 euro. Wil je dat niet? Even goede vrienden natuurlijk. Maar wij gaan alle mensen die hier zitten en die willen. We zijn nu met volgens mij 19 of 20 mensen uiteindelijk. We hebben zich gisteravond nog mensen aangesloten. Gaan wij hun online video's neerzetten. En we gaan dat in een groep doen, in een community aan de achterkant. Dus wil je daar aansluiten, ben je welkom. Ik zal zo meteen hier nog even de link daar delen. En ik zal even hier in de bio de link delen. Maar laten we aan de slag gaan. Jennifer is in ieder geval bij. Vandaag gaat ze filmen, morgen de rest blokken ingedeeld. Je bent een schat, je doet het fantastisch. Ik ben super trots op je, Jennifer. Je bent mijn voorbeeld protégé. Ik ga kijken wat ik nog meer van de week kan doen aan onderwerpen. Heb je een idee? Wil je wat besproken hebben? Dan ga je me mailen francina@masteryourbusinessmoves.nl. Heb je een vraag over business? Dan ook. Dan mail je me ook Francina van den Berg. Oh, sorry, ik zeg het helemaal fout. Francina@masteryourbusinessmoves.nl. Ik zit mijn privé mail op te noemen. Het is geen hele goede dag vandaag voor mij, zie ik. Ik ga aan de slag. Dankjewel voor het kijken, lieve mensen. 10 minuten korter dan normaal, maar met alle liefde aan jullie gebracht. Tot morgen, 10 uur.